Thomas Wils, 2-2 gelijk speelt hier thuis tegen Mouscron. Ik denk dat het een moeilijke wedstrijd was. Ja, het was een vrij moeilijke wedstrijd, maar dat wisten we op voorhand. We wisten dat Mouscron ook goede voetballers hebben, zoals wij. Dat ze goed kunnen voetballen, hebben ze ook laten zien. En ja, ze hebben het ons wel vrij moeilijk gemaakt. Ja, een positief punt is misschien wel dat Lierse zich vandaag vrij efficiënt heeft getoond. Ja, misschien wel. We hebben niet veel kans gehad en toch 2 doelpunten kunnen scoren. Dus dat is dan weer iets positiefs. Alleen de tegendoelpunten vallen misschien iets te gemakkelijk en iets te snel ook. Vooral de eerste, direct na rust. Oké, dat zijn punten waaraan we moeten werken. Maar ik denk dat we blij zijn dat we toch nog een punt pakken hier. Okay, waren jullie een beetje verrast door de sterkte van dit Mouscron? Het was toch een relatief onbekende ploeg? Nee, we wisten het. Ze waren ook gaan scouten. Tegen Anderlecht hebben ze eigenlijk vrij goed gevoetbald. Hebben ze, als ze zelfs kan om te winnen. Thuis tegen Waals en Beveren hebben ze een goede prestatie neergelegd. Dus we wisten wel dat het een vrij degelijke ploeg was die zonder complex hier zou komen voetballen. En, maar oké, tegenwoordig zijn er geen makkelijke wedstrijden niet meer. Lierse haalt een 4-9 met de competitiestart. Is de balans dan positief? Ja, we hadden allemaal een beetje gehoopt, zeker na die eerste overwinning tegen Oostende, dat we toch een 6-9 zouden nemen. Zeker omdat we 2 keer thuis spelen. Dus dat is toch wel een beetje zuur dan. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat we toch thuis niet verliezen. En ja, oké, beter een punt dan niets. Hè. Dat zegt de trainer ook altijd, van als we niet kunnen winnen, gaan we absoluut niet verliezen. En dan hebben we toch een beetje weerbaarheid getoond op het einde. Oké, bedankt Thomas Wils en nog veel succes in de komende week.